Welkom bij weer een nieuw blokje socials. En we gaan ook naar een reportage kijken. Blijf lekker vooral mee twitteren, instagrammen, facebooken, hashtag BaronieTV. Krijgen we hier alles binnen. We krijgen superveel binnen. Maar hoe meer, hoe beter en hoe leuker voor ons kunnen we dit blokje lekker gaan vullen. Het zal u vast niet ontgaan zijn. Er gaan een aantal optochten niet door. Onder andere ook de optocht in Boemeldonk. Niet getreurd, want wij zenden straks een alternatief uit. Het was nog een verrassing hoe en wat. Dat hou ik nu in spanning. Maar u zult waarschijnlijk niet zoveel missen. U maakt het allemaal mee. We gaan zo meteen kijken naar een ritueel uit het Aagje. Namelijk de eerste druppel. We gaan zo meteen kijken naar iets anders. Misschien gaan we nu even naar de socials kijken. Dus we gaan even de socials behandelen. We krijgen dus van allerlei socials binnen. Vergeet niet om gewoon lekker mee te hashtaggen. We hebben hier een foto van een man met een snor. Hij is denk ik door de optocht. Kijk hier, drie vrolijke gezichten. Leuk verkleed, rode pruik, alles erop en eraan. Ik weet niet of de socials nu kunnen komen. Even kijken, een hond, hij heeft er zin in. Mooie foto gemaakt in een fotohokje. Wat een gezellige boel allemaal. Ik weet niet waar het is, de opwarmavond 2020. Kijk hier, verkleed als captain en met een mooie sjaal. Wat een hoop foto's, blijf lekker doorsturen. Hè? Hoe leuker, hoe origineler, hoe beter. Even kijken wat we nog meer hebben. Kijk, bij de optocht, draak op de baan schittert met zijn wagen. Kijk, een klein draakje. Onze eigen Pim van Ginneke is er ook, hij heeft ook gezellig. We hebben nu een leeg beeld, kijk, je ziet het. Er komt van alles voorbij hier, je wilt het niet geloven. Kijk hier, een blazer, die blaast lekker. Hopelijk heeft hij geen blaasprobleem, want anders hebben we een probleem. We gaan nu wel kijken, als het goed is staat nu de eerste druppel klaar. Als het goed is, of niet? Hij staat klaar, de eerste druppel. Ja, nou, gaan we zo naar kijken. Ja, daar zijn we weer. We gaan weer verder naar wat leuke foto's kijken van de mensen. Kijk hier, tijdens de optocht, glaasje bier hoort er natuurlijk bij. Lekker doortanken voor een droogje en een natje. Hou dat goed bij. Kijk hier, weer een paar blazers, gezelligheid. Ik weet niet wat dit is, bij de kinderoptocht. Hebben we weer de foto uit het fotohokje. Een leeg blad. Pim van Ginneke weer. De foto's blijven terugkomen. Dus als u het vergeten was, hier zijn ze nog een keertje. Dan kunt u er extra lang van genieten. Even kijken of we dat nog meer hebben. Pim van Ginneke. Oh, kijk hier, gezellig, twee kindjes. Hopelijk zitten ze niet aan het bier. Ik denk dat ze aan de cola zitten. Hopelijk. Oh, kijk eens, deze zien er een beetje horrorachtig uit. We gaan kijken naar de opkomst van prins Raimundus, of Raimandus, ik weet niet hoe je het uitspreekt. Die komt namelijk aan met een grote vrachtwagen. Super tof. Kijken. Ja, daar zijn we weer. We hebben wat technische storingen, dat zult u vast wel doorhebben. We gaan nog een paar fotootjes bekijken. Kijk hier, een leuke vrouw. Hier allemaal nog gezellig. Dit is in Breda, denk ik. Kielergat staat er links bovenin. Gezellig aan een biertje. We hebben weer een lege pagina. Kijk, je ziet het, is allemaal live. Dus ja, er kan van alles gebeuren, ziet u wel. Maakt helemaal niet uit, maar we gaan gewoon lekker verder. Kijk, een heel schattig koetje of een hond. Een Dalmatier. Normaal zijn het er 1001. Dit is er maar eentje. Oh, kijk eens wat een gezellige bende. Allemaal dieren. The Greatest Showman. CW De Plakkertjes, nummer C6. Doe mee aan de kinderoptocht. De Plakkertjes. Hopelijk hebben ze goed gescoord. En hebben ze een mooie prijs binnengeharkt. En hier, kijk eens. Wat een schattige foto's. Blijf ze doorsturen. Blijf door twitteren, instagrammen, facebooken. Hashtag BaronieTV. Wij krijgen alles binnen. En we behandelen het ook, zie je wel.